Welkom bij de kerstspecial van Breda Nu. Zoals jullie zien is de boom nog behoorlijk kaal. En we gaan vandaag zien op deze tweede kerstdag wat voor prachtig mooie wensen er worden ingevuld door alle lieve Bredaanse mensen. Heb ik een kerstwens? Ja, ik denk dat iedereen wel wensen heeft in het leven, hè? Ja. Heb je er een dat je denkt van, die vind ik wel zo belangrijk, die wil ik heel graag in de boom hangen? Nou, ik hoop op dit jaar een rustig en gezond en gelukkig jaar. Naar een wat hectisch jaar. Ja, was het? Ja. Wij zijn alleen gaan wonen en meer hoef ik denk ik niet uit te leggen. Nee. Dus dit jaar hopen we dat het wat beter gaat. Oké. Okay. Ja. Ik hoop dat hij uit gaat komen. Ja, inderdaad. Ik heb hier een pen. Mooie gouden pen. Ik ben gewoon even de tafel. Ja hoor. Nou, hartstikke mooi. En gaat u nog iets leuks doen met kerst? Ja, met met mijn kinderen en kleinkinders kerst vieren. Gaat u dan bij u kerst vieren? Of nee, ergens ik ga bij mijn dochter, die zit in een bungalowpark, dus daar gaan we gezellig naartoe. En dan de andere dag ben ik met mijn zoon en zijn kinderen gewoon bij mij thuis. En wat doet u dan met kerst, als u lekker met elkaar bent? Kometen, stengelen, spelletjes. Wat voor spelletjes? Een leuke film kijken. Ja, verschillende spelletjes. Yahtzee of kaarten of Monopoly winnen is ook heel leuk. Dus. En wie wint er dan? Ik niet. Oh. Is het altijd dezelfde die wint? Nou, daar ook weer niet, maar ik ben nooit degene die wint. Meestal mijn man. Maar ja, die is tweede kerst gelukkig werken, dus ik maak een keer kans. Hey, hele fijne dagen. Dankjewel. Oké, goedjes hè. Adieu. Het kan gewoon een tafel zijn, dan ben je ook wel eens een tafel. Je hebt wel heel weinig zendtijd hoor. Hangt er. Oh ja, ik neem aan. Ja, hang er maar in. Ja. Nou, een hele mooie wens. Hey, en mag ik jou ook nog even iets vragen? Heb jij ook al een beetje zin in de kerstmis? Heb jij al een beetje zin in de kerstmis? Ja. Wat ga jij doen met de kerst? Dat weet ik nog niet. Maar volgens mij heb jij wel een hele mooie kerstboom al thuis. Ja. En wat voor kleurballen hangen erin? Weet ik niet. Papjoolballen zeg maar, hè? Want het is niet. Wat? Wat voor ballen hangen erin? Een poppetje. Super cool. Hey, en krijg jij op school ook allemaal kerstliedjes om te zingen? Wat is jouw allerleukste kerstliedje? Kun je die even komen zingen? Ik ken wel een heel mooi kerstliedje. Zal ik hem eens zingen? Zullen we hem dan samen zingen? Over een kerstboom. Hoe ging het ook alweer over een kerstboom? Een lampje? Kan jij me even helpen? Weet jij hem? Zing hem maar zachtjes in mijn oor. Ik weet hem echt niet meer. Oh, Denne. Meezingen. Goed gedaan. Wauw. Hele fijne kerst. Ja, dankjewel voor jullie hetzelfde hoor. Ja. We gaan de boodschappen halen. Nee, goed gedaan.
Ik sta aan de andere kant inderdaad. En nu sta ik aan deze kant. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel gezellig. Maar waar sta jij altijd achter dan? Ik sta altijd achter de camera's. Hè? Waar? Bij Baronie TV, ja, bij de carnavalsmarathon. En daar zit ik in het floor management. En dat is eigenlijk ook al heel erg leuk. Maar, en nu sta ik hier. Ja, nou sta jij hier bij de kerstbomen. En de Breda nu kerstboom. Ja. Met allemaal wensen. Heb jij nog een speciale wens voor de kerst? Of voor het nieuwe jaar? Voor het nieuwe jaar? Nou, ik heb mijn kind meegenomen. Mijn kind, kijk. Wat spontaan. En wij waren eigenlijk al cadeautjes aan het kopen. Hè? Want met kerst zijn wij alleen. Want mijn vrouw en mijn dochter gaan naar Spanje. Naar de schoonouders. Maar daarna gaan wij een feestje vieren. Hè? Dus, ja, dus wij doen de wensen voor 2019. Wij samen. Wij wensen. Voor ons gezin natuurlijk alle gezondheid, geluk en liefde. En, maar ook voor jullie. Eigenlijk voor iedereen. Ah, toch? Dat is lief. Mooi. Hey, en wat heb je allemaal gekocht dan? Ja, ik heb nou een muts. Want het gaat koud worden en twee paar handschoenen. Nou, heel praktisch. Hé, hey, maar wat doen twee mannen dan ook zo met kerst? Wordt er dan ook echt gekookt? Of wordt het gewoon lekker even een hap gehaald? Of schuif je ergens aan? Nou ja, ik denk thuisbezorgd.nl. En voor de bank een beetje hangen. Ja, het zal vooral de frituur zijn, denk ik. Hapjes, hè? Lekker. Ja. En dan ook zo samen met een kersttrui aan? Ja, gezellig. Ja. Lekker knutselen. De voeten op tafel en de kerstrui. Ja. Nee, ik zie het helemaal voor me. Ja. Ik zou zeggen, kom eens kijken dan ook. Nou, dat lijkt me leuk. Nou, doen. Het is echt een lekkere mannenkerst gewoon. Ja, de mannenkerst. Ja, gaat hem helemaal worden dit jaar. Nou, heerlijk. Hartstikke leuk. Stuur maar even een selfie. Hartstikke leuk. Gaan we doen. Dus even het adres uitwisselt, gaan we dat doen. Kijk eens, van mij naar nu. Hij komt misschien nu wel ergens in beeld. Goed. Gaan we doen. Wat leuk, Ronald, want wij staan hier eigenlijk een beetje dankzij jou, toch, of niet? Nou ja, mede, omdat ik doe ook mee, bij Typisch Hans in het programma normaal op donderdagavond. Alleen de laatste tijd is het wat drukker helaas, dus waardoor ik niet altijd live in de uitzending nog kan. Daar gaan we een oplossing voor zoeken. Dus zodoende is eigenlijk een beetje ook de samenwerking met Breda nu en soms op andere momenten ook als ze hier wat willen doen. Dus, en het is hartstikke leuk voor het winkelcentrum en voor de mensen. Hé, hey, maar super dat jij dat geregeld hebt. Maar heb jij toevallig ook zelf een kerstwens? Ja, ik wil. Ik weet niet of die het helemaal prettig vinden. Dus ik hou het op Kees S. Die wil ik heel erg bedanken voor alle afgelopen jaar. Voor alle anonieme brieven die hij ons heeft gezonden. Zeer opbeurend. En we hopen dat hij daar nog jaren mee door zal gaan. Nou, dat is een fantastische wens. Ja, zeker. Want hij stuurt altijd brieven naar jullie. Ja, hij stuurt altijd brieven. En hartstikke opbeurend altijd. Ontzettend positief. Dus daar kunnen we ook wel wat mee. Dus we hopen dat hij dat nog jaren vol blijft houden. Dus bij deze bedankt, Kees. Hey, en is er dan ook één brief dat je specifiek zegt van... Nou, dat vond ik echt zo'n mooie brief. Dat ging een beetje over de live muziek hier op het winkelcentrum. Dat was eigenlijk de meest positieve wel. Ja. Wat wilde die dan? Zoveel mogelijk muziek ook, en live muziek, en daar was hij heel gelukkig mee altijd. Ja. Ja, dat snap ik ook, want ik word er ook altijd wel blij van. Ja, precies. Je wordt er niet vrolijk van muziek. Ja, hè? Toch? Ja. Hey, zullen we hem op gaan schrijven? Gaan we doen. Nou, kom op. Ja. Nou, dan ben ik wel een beetje nieuwsgierig wat er op het kaartje staat natuurlijk. Kijk maar. Mag ik het voorlezen? Ja, dat mag. Ja? Ja. Dat mijn schoonvader beter wordt. Ja, ja? En die kans is niet aanwezig. Dus ik hoop, dit is toch een wens. Ja. Ja. Ah. Is hij heel ernstig ziek? Ach, wat verdrietig. Ja, ja, het hoort wel bij het leven. En hij is er zelf wel heel duidelijk in over wat hij heeft. En, maar ja, je hoopt natuurlijk toch als omgeving dat iemand beter wordt. En dat het, maar soms is het niet zo. Nee, ja. Nee. Nou, ik weet even niet zo goed wat ik moet zeggen. Hoeft ook niet. Dat nee, nee, ja, heel veel sterkte. Ja, dankjewel. Sterkte. Jij had toch ook nog iets opgeschreven? Ik heb gebeld, maar meer vuurwerk kopen. Wat wil jij, wat heb je opgeschreven? Meer vuurwerk kopen. En waarom? Vorig jaar te weinig gekocht. Oh,
Oh, de telefoon gaat. De telefoon gaat. Nou ja, hij wil meer vuurwerk kopen. Ja. Wat staat er op het kaartje? Ik moet er wel even mijn bril bij pakken, want ja, ik kan nog niet lezen. Maar ja, er is een hoop ellende, ziektes, net zoals kanker. Mijn vader heeft kanker. En ik hoop nog dat ik de tijd dat ik met hem door kan brengen, gewoon ja, echt heel erg van hem kan genieten. En dat er voor mij en mijn vriend en de kinderen een huisje komt. En dat iedereen in over heel Nederland maar een liefdevol, gezond en gelukkig ja, jaar mag hebben. Dus ja, dat is eigenlijk mijn kerstwens. En ik wil ook eventjes zeggen... Pap, als je dit ziet, ik hou enorm veel van je. Supermooi. Echt supermooi. Het is ook hartstikke moeilijk en wat moedig dat u dit vertelt voor de televisie. Ja. Ja. Mijn vader is gewoon echt mijn alles en ja. Ja, ik kan hem met geen pen beschrijven. Nee. Zo dus, onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. En ik hou ook onvoorwaardelijk veel van mijn vriend Robert-Jan Brouwers. Dus ja. Wel een hoop liefde. Een hoop liefde. En ja. Geluk voor iedereen. Voor iedereen. Ja. Nou, wat heeft u dat mooi gezegd? Ja. Dank u wel. Oké, okay, dank je wel. Mag je in de boom hangen? Ah, daar was hem. Nou, lieve kijkers. Tot volgend jaar. Wij hebben ervan genoten. En wij wensen jullie allemaal een hele fijne kerst. Heel mooi nieuwjaar alvast. En tot ziens.